Hi, ik ben Imaan Boudadi en ik werk voor en achter de schermen bij M&M. En het superleuke aan mijn job is dat ik af en toe mag vertellen over films en series. Dus ik vind het superleuk om te mogen vertellen over Lunana, A Yak in the Classroom. Wat ik wel al kan zeggen is dat Lunana een echt bestaand stadje is in Bhutan. Dat is een land tussen India en China. En dat het heel afgelegen is. Ze hebben daar amper elektriciteit. En ze zijn daar heel zelfvoorzienend. Dus dat wil zeggen dat ze gewoon overleven met alles dat ze daar maken en hebben. Ugyen is een leerkracht, of toch bijna. Hij zit eigenlijk in zijn laatste jaar voor hij officieel de titel leerkracht heeft. Maar hij zit dit niet meer zitten. Hij wil eigenlijk geen leerkracht meer zijn. Hij wil naar Australië om zijn grote droom na te jagen en dat is zanger worden. Maar ze sturen hem toch in zijn laatste jaar naar een dorpje. Een klein beetje ook al om hem te pesten naar het meest afgelegen dorpje ter wereld. In de hoop ook wel dat hij wat minder oppervlakkig wordt, want dat is Ugyen wel. Hij is een beetje onbeleefd, hij is heel technologieverslaafd. Dus het is voor hem wel een grote cultuurschok om in Lunana terecht te komen. En alle acteurs, ook uit Lunana, zijn echte inwoners van de Highlands. Dus dat zijn echte bergbewoners die daar al heel hun leven wonen en voor die film bijvoorbeeld nog nooit een film hadden gezien, nog nooit een camera hadden gezien. Er is een scène waarin Ugyen zijn klasje leert tanden poetsen. En dat is voor heel veel van de acteurs de eerste keer dat die tandpasta hadden gebruikt bijvoorbeeld. Dus ik kan je echt inbeelden hoe afgelegen die mensen daar jarenlang hebben gewoond en geleefd. En hoe gelukkig je ook gewoon kan zijn met heel weinig. Want dat is ook vooral waar de film over gaat. Dus ik hoop dat jullie heel hard genieten van Lunana, A Yak in the Classroom.